Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de avond kunnen we in bepaalde delen van het land lichte tot matige buien verwachten, mogelijk met onweer. Tegen het eind van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan. Overdag tot in de vooravond worden in het oostelijk deel van het kustgebied lichte tot matige buien verwacht, mogelijk vergezeld van onweer en windstoten. Het weer is heilig in dit gebied. In het westelijk deel van het kustgebied en in het binnenland kunnen deze buien echter matig tot zwaar zijn, vergezeld van onweer en windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen kans is op zware onweersbuien en windstoten. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.